Op vele plaatsen in ons land, en met name in de grote steden, bestaat een ernstig tekort aan speelruimte voor de jeugd. Met het gevolg dat de jongens en meisjes een groot deel van hun vrije tijd op de straat moeten doorbrengen. Hier ontlaat zich hun energie veelal in baldadigheid, met alle nare consequenties die daaraan voor de jeugd zelf, voor de ouders en voor de gemeenschap zijn verbonden. Op velerlei manieren tracht men de vrije tijdsbesteding in goede banen te leiden, en vaak met succes. Zo heeft Amsterdam in de afgelopen maanden voor 1500 leerlingen van het openbaar en bijzonder lager onderwijs een sporttoernooi georganiseerd in het RAI-gebouw. Elke woensdagmiddag daverde de grote hal van de kreten waarmee de leerlingen hun schoolkameraadjes aanmoedigden. De teams van 56 lagere scholen kwamen tegen elkaar uit in een echte competitie. Microkorfbal, basketbal, tafeltennis, volleybal en zaalhandbal waren de sporten waarin de jongens en meisjes zich hier, ver van de straat met al zijn verleidingen tot baldadigheid, konden uitleven. En dat daarbij de eer van de school op het spel stond, dat leverde nog een extra element van spanning op.